Zwart zonder suiker vanuit Studio Westhaven in Amsterdam. Onze gast van vandaag organiseerde 20 jaar geleden haar eerste spoken word avond in de gekraakte kalenderpanden in Amsterdam. Inmiddels is zij uitgegroeid tot la grande dame van spoken word. Poet, performer, theatermaakster Babs Gons. Babs, welkom. Dankjewel. Ik vind het enorm leuk dat je er bent. En niet in de minste plaats omdat wij elkaar kennen van de tijd dat we eigenlijk allebei als groentjes naar Amsterdam kwamen. Zeker, dus ja. Dat vind ik heel bijzonder. Ja, ja. En wat ik ook heel bijzonder vond was jouw ode aan Amsterdam. Die je volgens mij schreef in het kader van Amsterdammer van het jaar. Klopt, vorig ja. jaar. Ja. En daar vertel je eigenlijk een beetje hoe dat gaat als je als buitenstaander naar Amsterdam komt. Ja, ja, kan je iets over vertellen? Ja, precies. Het was heel leuk, want ik was gevraagd om een gedicht te doen bij de Amsterdammer van het jaar. En de verhalen die ik vertel zijn eigenlijk altijd persoonlijk. Dus ik ben mijn eigen reis door Amsterdam nagegaan. En ook vooral ingezoomd op dat proces van Amsterdam is een soort eindstation. En zeker als je, net als ik, in meerdere kleinere gemeenten bent opgegroeid, dan moet je dat toch een beetje van je afschudden, als een soort slakkenhuisje. Maar ja, ik had het gevoel vooral in het begin, mensen ruiken het, zien het aan je. En het was heel leuk om al die plekken, al die wijken weer na te lopen en al die verschillende fases van je leven. Ja. Ja, want de meeste mensen die verhuizen heel vaak in Amsterdam. En ik vond het ook heel mooi toen je de Staatsliedenbuurt noemde, want daar heb ik ook gewoond. Ja. Ja. Welk gevoel roept het bij je op als ik deze namen noem? Ben Okri, Boogie Egmeta, James Baldwin, Adichie. Ja. Ten eerste, ik hou ontzettend veel van boeken. Ik hou ontzettend veel van lezen. Het zijn schrijvers, hè? Ja. Uiteraard. Alles wat ik eigenlijk doe, is gewoon komt voort uit mijn liefde voor literatuur. Ik ben, ben zo'n kind dat opgegroeid is in bibliotheken. En op een gegeven moment, nadat ik de verplichte leeslijst op school had doorgeploegd... ben ik heel erg de literatuur in gedoken en gezocht naar schrijvers, naar verhalen die me iets deden, die me raakten, die me erin trokken. Ben Okri kwam ik op een gegeven moment te lezen. Boogie Egmeta, allemaal van schrijvers uit de Afrikaanse diaspora of van het continent. Heel veel Caribische schrijvers ben ik gaan lezen. Heel veel zwarte Amerikaanse schrijvers. Die gaven mij ook heel erg het gevoel dat ik een beetje thuis kwam in de literatuur. Dat het verhalen waren die ook over mij gingen. Ook al woonden ze mijlen ver, maar ik voelde wel dat dat met mijn roots te maken had. Die zijn heel belangrijk voor mij geweest. Veel voor jou betekend. Ja, en nog steeds. Die ontwikkeling. Ja. Is spoken word voor jou een vorm van literatuur? Ook. Het is ook een vorm van podiumkunst. Het is een vorm van voordracht. Het is ook het heeft een hele lange, diep gewortelde orale traditie. Die je nog heel sterk hoort. Het gaat over het vroeger, voordat er boeken werden gemaakt, werden de verhalen verteld en doorgegeven en gezongen en ondersteund met drums. En zo werd het nieuws van het ene plek naar het andere gebracht. Zo werden de verhalen verteld en dat is, daar komt spoken word vandaan. Daarnaast heeft het ook best wel een hele sterke wortels in het verzet, protest. Het is een stem geven aan mensen die misschien niet zo snel een stem of een podium krijgen.
En dat vind ik zelf ook nog een heel belangrijk aspect ervan. Je kan het terug, wat ik al zei, hè, dus nog voordat het schrift er was, maar de Harlem Renaissance is ook een belangrijke periode geweest. De Beat Poet van de jaren 50, 60. De Beat Poets? De Beat Poets. Het was een groep schrijvers en dichters die zich eigenlijk een beetje afzetten tegen de heersende regels op het gebied van poëzie en literatuur. En dat viel een beetje samen met de generatie die zich heel erg tegen de oorlog in Vietnam en ging experimenteren met drugs, omdat ze vonden dat er meer dan één realiteit was. Mm-hmm. Dus elke keer zie je, dat zag je ook bij de Harlem Renaissance, dat was ook een reactie op de heersende regels van de literatuur. Die vonden dat je eigenlijk net als jazz op een hele andere manier kon dichten. Heel anders met metaforen en woordgebruik om kon gaan. Maar ook wederom een stem geven aan een generatie die of een volk, een groep mensen die niet zo snel een platform krijgen. En in de jaren 70 zie je dat ook weer met de Last Poets, die als de godfathers of spoken word worden gezien, of hip-hop, en nou ja, spoken word en hip-hop komen uit dezelfde baarmoeder, ja, zeg ik altijd. Allemaal met een grote noodzaak, met een urgentie om je te laten horen. En dat voor mij is spoken word. En dat is literatuur en het is ook voordrachtskunst. En soms is het ook lijkt het meer op theater, soms lijkt het meer op stand-up comedy, soms lijkt het meer op rap. En dat mag allemaal, omdat het is zo fijn. Het is een soort vrijland. Waar het gewoon heel belangrijk is dat je je eigen verhaal kan vertellen op de manier waarop je wil, met de taal die je kan gebruiken, zonder dat iemand zegt dat is niet goed, of daar moet een DT, of dat lidwoord. Het is ook voor, en dat is heel belangrijk, het is ook voor mensen die misschien niet helemaal de taal beheersen, maar wel de taal van het hart. Ja. Dus spoken word geeft eigenlijk veel meer ruimte aan op een creatieve manier met taal omgaan. Ja. En met voordracht omgaan. Zeker. En zeker voor, ik dacht vroeger ook van poëzie, dat is voor bepaalde mensen, dat is iets heel verhevens. Dat is bijna een geheime taal waar ik niet deel van uitmaak. En dat, daarom ben ik zo aangetrokken door spoken word. Want dat is veel toegankelijker voor veel meer mensen. Ja. Je was laatst in Soedan, volgens mij. En ik was heel benieuwd of je daar ook bent geconfronteerd met een soort oeroude vorm van spoken word. Hè? Want dat zijn natuurlijk ook culturen waarin verhalen doorverteld worden, generatie op generatie. Je was daar in de woestijn. Ja, klopt. Ja. Er was daar eigenlijk voor het eerst een heel groot festival. Karma Kol Festival. Met ondertitel Open Soedan. Omdat er dus wel een vrij grote jonge generatie is. En dat het ook een beetje tijd was om daar toch een groot cultureel spektakel, uitwisseling te laten plaatsvinden. Midden in de woestijn, dat was geweldig. En inderdaad wat je zegt, ik zat in het Soedan, het Arabische gedeelte, zeg maar. In Arabische cultuur zit gewoon zo'n sterke verteltraditie. Poëzie is ook heel erg belangrijk. Mensen op straat, taxichauffeurs, iedereen kan wel gedichten reciteren. Helaas is dat hier een beetje mager, vind ik. Ik zat daar op dat grote festival en daar binnen het festival had ik een groep van vrouwen. Die een groot deel kwam uit Khartoum, de hoofdstad. Hele moderne filmmakers, schrijvers. En ook een paar vrouwen die waren uit Darfur gekomen. Dus die woonden al jaren of decennia in vluchtelingenkampen. Het was ook een samenwerking met Oxfam. En we zaten daar met al die verschillende vrouwen midden in de woestijn. En iedereen, het was zo magisch. Omdat inderdaad het verhalen vertellen, dat was zo makkelijk. We hebben daar 7 dagen lang elke dag een paar uur gezeten. Jullie deden dat ook buiten? Tenminste, ik heb gezien. Alles is eigenlijk buiten. Het was een soort verlaten dorpje. Ja. Dat ooit verlaten was omdat de Nijl steeds overstroomde. Maar alle muren stonden er nog. En eigenlijk heb je niks meer nodig. Want het is, dan heb je een decor. Precies. Ja. En daarbinnen hebben wij een voorstelling gemaakt met alle verhalen die zij vertelden. Dus, dat was prachtig. Ja. Ik zei het zo net al even in de introductie. Je bent begonnen met Palabras.
Ik was bij de eerste editie. Ja. Dat was inderdaad in de kalenderpanden in Anthropodoc, is dat volgens mij, in Amsterdam. Ja. 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 En dat was een geweldige avond. Dat was binnen de kraakscene. En waar inderdaad jij jouw poetryavond organiseerde. Je was laaiend enthousiast in die tijd, herinner ik me, over spoken word. Ja. Wat had jou getriggerd? Ik was vlak daarvoor in New York geweest. Ik had daar een tijdje doorgebracht en ik kwam daar op avonden. Ik kwam in New York Weekend Poets Café, ook op andere plekken, festivals. En ik zag daar gewoon mensen zoals ik, die heel erg bevlogen en met heel veel passie op die podia verhalen aan het vertellen waren op een manier waarvan ik dacht, oh, dit is denk ik wat ik al die tijd zocht. Ik ging terug en ik dacht, Dit is wat ik wil, waar ik naartoe wil, waar ik zelf wil staan. En dat was er niet. Dus ja, er zat eigenlijk maar één ding op, zelf te organiseren. En toen kwam die kans om dat in dat kraakpand te doen. Ja. En toen merkte ik ook meteen, ik had een zelfgemaakt flyertje, dat weet je misschien nog wel, zelf getekend. En ik kan niet eens tekenen. Was het een tuikertje op of zo? Dat was mijn mensen met, ook. Ja, er zijn er een paar geweest. Nee, mensen met een microfoon, nou, ik kan dus echt niet tekenen. Maar ik ging daar langs. Naar Café de Duivel, naar Paradiso en zo. En die eerste avond waren er volgens mij 14, 16 mensen die zich voor de open mic, wat was alleen nog maar open mic, inschreven. En dat ik dacht van, en er waren nog veel meer mensen, maar er was gewoon geen tijd meer. De tweede avond nog meer mensen. Dus ik dacht, oh wacht, er zijn heel veel mensen die dat zoeken. Behoefte. Ja. Behoefte ja. Lacher. Ja, ja. Ja. En zo begon het, ja. En het was geweldig. Het was zelfs zo tof dat we na twee avonden daar dachten van, we moeten naar een andere plek. En toen gingen we nog naar een, werden we daar gevraagd om daar een avond te doen. En toen kwam Paradiso en die vroeg, wil je het hier doen? En in het najaar van 2000, ben ik begonnen in Paradiso met een maandelijkse Palabrasavond. En dat heb ik maandelijks tot en met 2007 gedaan en toen nog 2 jaar op een mindere frequentie en af en toe grotere festivals georganiseerd. Dus, Ja, nou, het was ontzettend leuk. Ik was bij de reunie 2 jaar geleden, ja. Dus dat was heel leuk om dat weer te herinneren en naar boven te halen. Het waren goede avonden. Je bent vervolgens jongeren gaan opleiden, in eerste instantie binnen de Poetry Circle Nowhere. Ja, ja, want wat er eigenlijk gebeurde is dat die avonden, daar nodigen we altijd Amerikaanse en Engelse dichters uit. Nou, en daar er waren er ontzettend veel. Het was gewoon kiezen elke maand, wie vragen we nu. Maar ik wou ook altijd Nederlands talent laten zien. En dat was veel moeilijker zoeken in die tijd. Het was veel moeilijker vinden eigenlijk. En ik had zo'n idee van, ze zijn er wel. Jonge mensen die op achterkamertjes hun gedichtjes aan het schrijven zijn. Die ze willen performen. Er waren natuurlijk ook niet echt podia in die tijd. Maar ik dacht van, dan moeten wij een plek organiseren waar die mensen bij elkaar komen. Ook om hun talent te ontwikkelen, te verdiepen. Ontdekken misschien ook. Te ontdekken ook, maar vooral ook te ontwikkelen. Toen hebben we eigenlijk de Poetry Circle Nowhere, heb ik samen met Lies Aris, die werkte toen bij Nowhere, in het leven geroepen. En de rest is history. Nu is het een organisatie met circles in door het hele land eigenlijk. Groningen, Leeuwarden, Tilburg, Eindhoven, Zwolle komt er dit jaar bij, Utrecht is geweest. Rotterdam zit er al die tijd bij en het zijn plekken geworden waar jonge schrijvende performers elke week samenkomen om onder begeleiding van een coach of een gastdocent vanuit allerlei walks of life aan de slag te gaan, voorstellingen te maken, podiumervaringen op te doen en door te stromen. Ja. Je zei net, het was moeilijk om ze te vinden in Nederland. Hoe hebben jullie ze uiteindelijk gevonden? We zijn begonnen met een groepje van 7, 8 mensen die we eigenlijk, we hebben het gewoon aangeboden, het workshopprogramma. Bij scholen of zo? Via de Nowhere, dat is een jongerenproductiehuis in Amsterdam-Oost. En natuurlijk de paar mensen die je dan in de loop der jaren bent tegengekomen, je bouwt toch wel een beetje een netwerkje op en dan heb je gewoon, dan vraag je gewoon van, goh, vind je het interessant om in zo'n talentontwikkelingstraject te gaan zitten. Mm-hmm.
En zo zijn we eigenlijk begonnen. En toen op een gegeven moment kwam er zoveel interesse. En ook vanuit andere steden, dat we daar dus ook groepen zijn op gaan zetten. En nu, ja, nu loopt het nog steeds. Ja, en er zijn elk jaar audities. Heb je het idee dat spoken word iets bijzonders kan betekenen voor met name jongeren? Ja. Daar kan ik heel stellig over zijn. Ja, ik denk, en niet alleen maar voor jonge mensen hoor, voor heel veel mensen. Ik denk dat de impact van het een stem geven aan je ervaringen, aan je leven, aan wat je overkomt, aan, dat dat zo empowering is. Ik weet even geen beter woord, maar dat is zo bekrachtigend. Ik heb echt mensen zien, ja, enorm zien groeien daardoor in zelfvertrouwen, zelfliefde. Als je je goed kan uitdrukken, is dat zo belangrijk. Ik denk ook, weet je wel, in het schoolsysteem kan je zo snel verdwaald raken. Het gevoel krijgen dat als je ergens niet goed in bent, dat je dan niet goed bent. Ik heb zo vaak te maken met jongeren die door het vertellen van hun eigen verhaal ja, gewoon meer vertrouwen in zichzelf krijgen. En het is gewoon heel letterlijk, het stem geven aan. Ja. Als je een stem hebt, dan word je gehoord. Dan ben je belangrijker, dan ben je het waard, weet je wel. En dat is iedereen. Alleen, daar moet ruimte voor zijn, die moet gecreëerd worden. En dat doet spoken word. Ja, mooi. Ja. Ja. In de Bijbelse tijden hadden we profeten. Je weet, hè, dat waren mensen die dan gingen vertellen wat er allemaal op komst was, wat er ging gebeuren. En ik vraag me altijd af of spoken word poets, of die ook op die manier een bijdrage leveren op de maatschappij. Hoe denk jij daarover? Ja, kijk, profetisch is natuurlijk ook zeg maar, in de maatschappij. Ik denk dat je ze meer moet een beetje zien als troubadours of barden of griotten. Dat ze de... Ik zeg wel vaker, als je wil weten wat er leeft onder de mensen, onder een bepaalde generatie, ga naar spoken word avond. Want daar wordt gewoon verteld van wat er aan de hand is. Dus ik denk, het zijn eerder de narrators, de storytellers van nu. Van wat er nu gebeurt. Ik denk dat dat een goede beschrijving is. Kijk, je ziet bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk ook heel veel preachers gehad. Mensen als Martin Luther King, mensen die speeches geven. Dat zie je ook heel erg terug. Vooral ook die manier van spreken. Maar goed, zo is het onderhevig aan allerlei invloeden. Maar ik denk, spoken word artiesten zijn gewoon de verhalenvertellers van de tijd. Ja. Vurige Harten Club, de Vurige Harten Club. Ik zag laatst jullie performance, je hebt de tekst geschreven. En ik dacht van, dat is toch wel een hele bijzondere manier om moeilijke onderwerpen in de maatschappij eigenlijk naar voren en te brengen en bespreekbaar te maken. Ja. Het stuk wat ik heb gezien, dat heet Ik had het niet zo bedoeld. Je weet wel wat ik bedoel. Je weet wel wat ik bedoel. En ik was daar best van onder de indruk. Ik dacht van, ja, ik kan me goed voorstellen dat als mensen daarnaar kijken, dat ze toch op een andere manier of meer open zijn om bepaalde onderwerpen, om over bepaalde onderwerpen na te denken. Nou, ik geloof heel erg in dat de kracht van moeilijke dingen, dingen die moeilijk bespreekbaar blijken te zijn in deze maatschappij, niet is het vingertje in het gezicht, dit mag niet, dit is fout, maar om het bloot te leggen, te laten zien, mensen in een spiegel te laten kijken. De Vurige Hartenclub heb ik speciaal opgericht om die dingen die je niet in je eentje kan doen. Hè, je kan een beetje een dialoog doen, maar deze vorm, om met drie mensen eigenlijk een verhaal te vertellen, geef je de ruimte om te reflecteren, om in dialoogvorm, en vooral het gebruik van toch een beetje humor. Humor is denk ik een hele goede manier om bepaalde dingen bespreekbaar te maken die anders misschien te pijnlijk zijn. Door sommige dingen een beetje belachelijk te maken, kan je ook een beetje lachen. En dan dat je denkt tegelijkertijd, au, dat heb ik ook altijd gedaan. Maar wel grappig, maar wel pijnlijk, maar wel grappig, maar wel pijnlijk, wacht. Hè, dan komt het soms gewoon veel beter binnen. Dus dat is eigenlijk wat we doen met de Vurige Hartenclub. Ja. Je hebt inmiddels ook je eigen woordsaloon
in de Babs Warp Saloon in de Melkweg. En ook op diverse festivals. Je was dit jaar ook op Oerol, waar je echt een geweldige performance hebt gegeven. En nou ja, de kranten stonden er bol van, als ik het zo even mag zeggen. Dat was echt heel mooi. En ja, volgens mij voor jou ook echt een... Want je had natuurlijk wel eens vaker op Oerol gestaan. Maar nu stond jij echt in de picture met de mensen met de show, de show die je deed. Ja. En dat was heel erg mooi. Performance is echt jouw ding. Ik zag jou laatst ook bij de Nieuwe Maan. Daar schuif je ook regelmatig aan. En je hebt daar toen een stuk voor gedragen. En dat heette Je kan overal zijn, je kan iedereen zijn. Ja, ja, ja. Dat gaat over afwezige vaders. Ja. Ja. Zal ik er iets over vertellen? Waarom heb je het geschreven? Ja. Zoals ik al eerder zei, ik schrijf eigenlijk altijd uit een persoonlijke belevenis of ervaring. Maar ik gebruik ook de verhalen die ik om me heen hoor. Omdat ik altijd denk dat wat ik persoonlijk vertel, is ook het verhaal van velen. Dus ik ken zoveel mensen die opgroeien zonder vader. En al die verhalen en die ervaringen had ik gewoon gebundeld. En ik ben zelf zonder mijn biologische vader opgegroeid. En dat doet wat met je leven. Dat is een bepaalde ervaring. Dat is het verhaal dat ik vertel van al die mensen die... En wat ik dan ook weer doe daarin, en dat vind ik altijd heel belangrijk, is het gewoon blootleggen, laten zien, zonder waardeoordeel. Daar gaat het niet om. Het gaat om hoe het kan, hoe het is, welke scenario's er allemaal zijn. Er zijn ook mensen die wel naar me toe komen uit het stuk en zeggen van ja, mijn vader was er wel, maar hij was emotioneel afwezig. Dus ik herken me ook in die tekst. En dat is denk ik die universaliteit van toch ook een, ja, die persoonlijke verhalen die je bij elkaar brengt. Nou, het raakt mij in ieder geval enorm. Ik sprak je laatst, een paar dagen geleden, en toen zei jij, laat mij maar gewoon optreden. Dus ik zou je nu willen vragen of je het podium wil nemen en of je iets wil voordragen. Schrijf over mij, zegt hij, over ons. Dat kan niet, zeg ik. Ik ken geen goede gedichten over liefde die mooi is. Pas als dat, wat ons bij elkaar houdt, weg is, zal ik erover schrijven. Maar ja, dat laatste zeg ik natuurlijk niet hardop, want ik wil zo graag dat het niet zo is. Ik wil hem zo graag kunnen verrassen met een gedicht over hoe hartverscheurend intiem de aardappeltjes smaken met hem. Over hoe zijn glimlach van die ochtend de hele dag in mijn mondhoek blijft hangen. Over hoe sexy de gordijnen op de vensterbank hangen als hij tegen de verwarming zit. Over hoe alles wat meer golft en meedeinst als wij samen. Bijna te mooi, maar toch heus waar. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, soms haken we een beetje in elkaar vast. Zit ik met mijn oorbel aan jouw hart, trek ik een lichte schaaf. Want soms scheur je mij per ongeluk een beetje aan flarden. Net als mijn slipje, weet je nog? Die derde avond. Ik koop wel 20 dezelfde, zodat je ze alle... Nee, beter. Ik gooi ze allemaal weg, zodat je er altijd bij kan. Want ik wil jou wanneer je mij wil. En ik wil dat je weet wanneer ik je wil, zodat je mij wil. Ik wil jouw borstkas met blote handen openrijten en er dan wilde klimop in planten. Het is niet voor niks een kas. En met de straling van jouw gloeiende hart zullen ze groeien als koolscheuten, waarlangs ik omhoog wil klimmen naar het hoogtepunt. Ik wil mijn hoofd aan de binnenkant van jouw borstkas leggen. En dan ademen door jouw tepels. Want dat is waarom mannen tepels hebben. Omdat vrouwen, zoals ik, er van de binnenkant door kunnen ademen. Ik lig achter je en kus paden over je rug. Paden waarover ik dagenlang wil dwalen, verdwalen. Want is liefde niet meer dan de weg naar huis terugvinden? Is liefde niet thuiskomen? En ik wil niet, ik wil dat het schuurt en rafelt. Ik wil dat er geleefd wordt op de huid, gegymnastiekt op het hart. Ik wil hier geenszins ongeschonden uitkomen. Ik wil in één nacht een jaar ouder worden. Omdat wij die nacht tot het naadje hebben uitgewoond. Omdat wij elkaar als scheursponsjes te lijf zijn gegaan. Want liefde is tenslotte oorlog. Niet tussen twee mensen, maar wel tussen hoofd en hart en hoofd en huid. En dat hoofd dat begrijpt niet dat die huid getatoeëerd wil worden. Dat het een dagboek wil dragen van jouw komen en jouw gaan. Of een blueprint. Dat als ze mij ooit openen, ze jou vinden.
En je moet je vies durven maken. Je moet met je benen tot lieshoogte de modder in durven laten zakken. Laat mijn borsten jouw nachtkastje zijn waarop je je wapens aflegt. Laat mijn dijbenen jouw vluchtroute zijn. En rek me uit, schatje, rek me uit. Laat mijn verlangen jouw lengte meten. Want is verlangen niets meer dan het willen verlengen van een goed gevoel? En soms is dat gevoel even niet zo goed. En dan zeg ik, ga maar. Maar dan wil ik dat je blijft. En dan zeg jij, hou me vast, maar eigenlijk raak ik me niet aan. En dan druk ik mijn billen naar achter, omdat ik wil dat je er tegenaan gaat rijden, maar ik wil dat je dat niet vragen. Ik wil dat je dat gewoon leest uit subtiele hints en de plooien van mijn huid. En dat die twee mensen dan weer omhoog klimmen langs de steken die ze hebben laten vallen. En dat dan iets in jou voelt, dat iets in mij jou wil aanraken. En dat ik dan gewoon weet dat iets in jou iets in mij wil vasthouden. Nou ja, dat is wat ik eigenlijk wil zeggen over liefde. Dat ik er geen zins ongeschonden uit wil komen, maar dat ik wil voelen dat ik lief heb. Dit was Zwart zonder suiker met Babs Gons. Dankjewel voor het kijken.